Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Pariksha TV. Vandaag hebben we natuurlijk leuke gasten aan tafel, zoals... Het bestuur van het Milan Festival, Arend Multjant, Hemant Lajman, uitvaartondernemster Reshma Madhav en onze eigen rockstar Shadon Bindraban. Dat klopt, maar we gaan natuurlijk als eerst kijken naar een leuke live act van Shadon Bindraban. Gaan jullie mee? Tripping on each other, all we need right now, baby, you and I. True love we discovered, all we need right now, baby, you and I. You are to me what love should be, only you can bring me an ecstasy. Your smile and touch, I need so much. Day and night, I just can't get enough. You're my sugar, you're my honey, you're my sweetie, you're my lady. Feed our hunger, dripping on each other. You're my sugar, you're my honey, you're my sweetie, you're my lady. Feed our hunger, tripping on each other. Burning of desire, can't you feel the fire between you and I? Soon you will discover there could be no other girl. I'll show you why. You are to me what love should be. Only you can bring me an ecstasy. Your smiling touch, I need so much. Day and night, I just can't get enough. You're my sugar, you're my honey, you're my sweetie, you're my lady. Feed our hunger, tripping on each other. You're my sugar, you're my honey, you're my sweetie, you're my lady. Feed our hunger, tripping on each other. Chadar bichao balama chaudariya, chadar bichao balama. Nind lagi chain soye rehna, nind lagi chain soye rehna. Chadar bichao balama chaudariya, chadar bichao balama. Nind lagi chain soye rehna, nind lagi chain soye rehna. Yeah, yeah, oh, oh, na 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 na, na 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 na. Zo, welkom heren Hemant en Arend. Leuk dat jullie er zijn. Ja, een hele opgave zeg maar geweest om jullie hier aan tafel te krijgen, maar jullie zijn eindelijk aanwezig. We beginnen gelijk eigenlijk met wat vragen, want jullie organiseren het Milan Summer Festival, het grootste Hindoestaanse openluchtfestival van heel Europa. Vertel, hoe is dat nou zo mogelijk om een driedaagse festival zo mooi mogelijk te organiseren? Ik vraag het even aan Hemant. Ja, dat doe je natuurlijk met een team. En een team die het ook leuk vindt om erbij te zijn.
En een team die heel veel passie heeft, een jongere team. En die vindt het leuk om dat te doen. Want daarmee kan je natuurlijk wel zorgen dat het een leuk programma is. En dat je natuurlijk entertainment kan bieden aan van de totale multiculturele samenleving. Ja, klopt. Milan Summer Festival is natuurlijk al wat langer. Of tenminste, het bestaat al heel lang. Sinds dat ik al een klein meisje ben, ga ik al naar Milan. Ja. Maar hoe zijn jullie op het idee gekomen om dat te doen eigenlijk? Ja, misschien een beetje terug in de tijd. Uh-huh. Hemant en ik hebben het Milan Summer Festival zoals die voorheen bestond overgenomen. Het was vroeger het Milan Festival, nu heet het Milan Summer Festival. En met eigenlijk een eigen opdracht van we moeten dit vernieuwen. We moeten dit eigen tijd gaan maken, de tijd van nu. En dat zie je dus ook in de programmering van de afgelopen 3 jaar. Dit is nu het 4e jaar dat wij dat plannen en organiseren. Dat er veranderingen opkomen. Het veld is anders ingedeeld. De programmering is aangepast. Er zitten nieuwe mensen in de uitvoering. Het verandert allemaal. En hoe komen we dat om dat te doen? Je moet dingen veranderen, je moet met de tijd meegaan. Precies. En dat is eigenlijk onze opdracht. Ja, goed, er was ook een situatie natuurlijk, van dat Milan 30 jaar al bestond, een oudere versie. Van het oude wat bestuursleden die ook al behoorlijk vergrijs waren. Ja. En die zagen dat ook wel natuurlijk, dat het festival nu aan verjonging en verandering en verbetering toe was. En wij hebben toen op een gegeven moment, want ik zat er al in het oudere bestuur, en ik ben op een gegeven moment samen met Arend verder ingestapt om te zeggen van, ik wil best wel bijdragen om het te veranderen, vernieuwen. En het oudbollige even eruit. Want je zag natuurlijk ook op een gegeven moment dat er een terugslag was van bezoekersaantallen. Klopt, ja. En dat moest opgekrikt worden. Ik vind het natuurlijk belangrijk. Ik ben geen entertainmentman, ik ben geen festivalman. Maar ik ben wel ingestapt om meer te reden om voor het behoud van het festival. Het is een festival wat wij als Hindustan en met name natuurlijk willen, waar we onze culturele uitingen op kunnen doen. En daarvoor, dat vind ik belangrijk. Ik vind dat wij nu, als Hindustan zijnde, na 40 jaar dat we na de immigratie vanuit Suriname en Nederland, dat we nu klaar voor zijn om zichtbaar te zijn en ons keuken te laten zien wat het is. En ons keuken is natuurlijk onze culturele, dus de religieuze zaken. En daarvoor zijn we dus bezig. En Anne timmert natuurlijk ook aan de weg met andere activiteiten en evenementen van hem. Om wel zichtbaar te zijn. En ik vind zichtbaar als Hindustan, vind ik het belangrijk op dit moment. Klopt. Zoals je zei, Hemant, jullie werken met een team. Maar elke teammember zeg maar, heeft een bepaalde taak. Ja. Maar eindverantwoordelijke zijn jullie allebei. Maar hoe verdeel je de taken? Want ik kan me best wel voorstellen, je hebt te maken met kraampjes, je hebt te maken met entertainment, met het culturele aspect, zeg maar, wat je in Milan stopt. Hoe komen jullie op ideeën? Ja, dat zijn 2 vragen in 1, hè? Even moeilijk te maken. We zijn ook met z'n tweeën, dus ik zal een antwoord kunnen beantwoorden. Ik had al gedacht, mevrouw, als jullie aan tafel zitten, dan moeten het moeilijk maken natuurlijk. Nou, Rijn, kijk, zo'n festival, dat organiseer je niet in 1 dag. En je plant het niet in 1 dag. Nee. Je bent eigenlijk meer dan 1 jaar van tevoren al bezig om een festival neer te zetten. 2018 is nog, de uitvoering moet nog plaatsvinden. En wij zijn eigenlijk al met 2019 al bezig. Yo. Dus je plant lang vooruit. Wat je ook doet, is dat je dus zaken in blokken opdeelt. Hè? Je hebt dus een programmeur die de hele programmering bepaalt. Je hebt mensen die je hele media voor hun rekening nemen. Daarnaast heb je een hele salesorganisatie die je standhouders bedient. En je hebt natuurlijk ook een stukje creatieve mensen die dus het festival inrichten en designen voor je. Precies, ja. Hemant en ik zijn beide eigenlijk met het inrichten, het designen, het plannen bezig. Waarbij je dus ook wel de randvoorwaarden schept voor de teammembers. Om daarin het festival neer te gaan zetten. Maar je bent echt meer dan 1 jaar bezig om een dergelijk festival op poten te zetten. Met alle risico's van dien. Oké. Je probeert natuurlijk met vrijwilligers veel dingetjes te doen. Want Milan is natuurlijk geen money make business. Het is natuurlijk het behoud van cultuur en zo. Maar wat wij proberen te doen is natuurlijk dat het toegankelijk is voor alle culturen. Ja? En dan probeer je
vrijwilligers te vinden die dus een bepaald onderdeel op zich kunnen nemen, wat ze ook leuk vinden. Dus we bieden ook heel veel mogelijkheden aan jongeren, met name om Milan als springplank te gebruiken naar een volgende carrière toe. Hè. Bijvoorbeeld, het kunnen studenten zijn, of het kunnen mensen zijn die het bedrijfsleven willen ingaan, dus Milan als springplank. Ja. En als ze dan iets leuk vinden waarvan ze denken, van, ik wil een programma maken, nou, dan gaan ze programma. Ze willen presenteren, dan hoop ik het niet vertellen. Dan heb je mensen, natuurlijk talentvolle mensen in de zaal, die zeggen, luister, ik wil iets doen, ik wil op het podium staan, ik wil leren presenteren, of ik wil van een programma onderdelen. We hebben natuurlijk een aantal thema's op het festival. En we proberen daar natuurlijk constant maar wat jus aan te geven natuurlijk. Ja, ja. En we hebben een aantal thema's, bijvoorbeeld een thema gezondheid is bijvoorbeeld een hele belangrijke bij ons. Hè? Dat speelt natuurlijk heel veel bij de Indozanen. Ja. Overgewicht, bloedsuikerziektes en dat soort gaat zo maar door. Ja. En dat proberen we natuurlijk ook op het veld te hebben. Bijvoorbeeld iedereen wil dat die suikerziekte heeft, hè? Maar mensen bewust te maken, mensen te informeren. Dat is één onderdeel. Dan hebben we natuurlijk een stukje netwerkbijeenkomsten wat we organiseren. Business to business. Hè? Netwerkbijeenkomsten met alle gevestigde Haagse organisaties. Hè? Die ook een netwerk hebben achter hun organisaties. We hebben natuurlijk het kinderland. Ook voor de kinderen. Ja. Wat leuks natuurlijk ja, te ouders doen. Ouders kunnen hun kinderen daar achter. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee. Goed, op een verantwoorde wijze is dat wel natuurlijk. Hè? Maar, er zijn professionals die natuurlijk het kinderland daar bedienen en daar zijn. Dus dat stukje is ook goed gecoverd. En zo hebben we natuurlijk een aantal andere thema's die we doen. Ja. Een van de populaire is natuurlijk het Doxa Kook Club. Kook Contest. En dat gaan we natuurlijk dit jaar verder. Dit jaar weer doen. Ja, ik hoorde het. Ja. We zijn daar heel trots op dat er is. Maar doen ook de hele... Aan de contest? Nee, niet aan de jury. Dus, Oké. Okay. Maar dat is wel heel leuk natuurlijk, omdat er natuurlijk op de zaterdagen natuurlijk het nationale kookcontest er is. En die vertegenwoordigt dus dan Nederland op de zondag in een internationale kookcontest. En de 5 grote gemeentes, althans waar dus de meeste Hindustanen in wonen, daar is een vertegenwoordiger van. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Ja. Ja, die zijn vertegenwoordigd en de winnaar die vertegenwoordigt, die gaat de internationale kookcontest met India, Guyana, Trinidad, Suriname en de Nederland. Okay. Dat zijn een beetje de diaspora currylanden, om het zo te noemen. Nou, ik heb wel gehoord dat Rotterdam de afgelopen 3 jaar eigenlijk de winnaar was, toch? Goed, hè? Goed. Ja. Maar die gaan we eruit halen. Die verslaat iedereen. Ja, maar zo'n kans voor de anderen. Ja, mevrouw Annie Depay die heeft het 3 jaar gewonnen. En dat doet ze hartstikke goed. Daar hebben we een hele speciale rol voor de komende editie van het Milan Festival. En we gaan samen met haar iets nieuws lanceren. En dat we krijgen een primeur. Ja, je krijgt een primeur. En degene die dat gemist heeft om te proeven van de winnaar, die krijgt de gelegenheid om dus nu echt live van Annie Depay te winnen. Het is 3 jaar kampioen geweest. Dus zij zal op het veld aanwezig zijn en u kunt daarvan nu genieten. Oké, dus iedereen moet aanwezig zijn welkom. Om te komen eten. Ja. Wat me wel opvalt, of opviel, is natuurlijk, we hebben de main stage, maar we hebben ook een tent. Ja. Een hele grote, een grote tent is dat. Dat is zeg maar tegenover elkaar een beetje, schuin tegenover elkaar. Waarom is daarvoor gekozen? Want alles werd vroeger natuurlijk op de main stage gedaan. Ja, wat je dus ziet is dat je eigenlijk veel meer te bieden hebt dan alleen de mainstage. En zo'n mainstage beperkt je een aantal programmeringen of een aantal artiesten die je kan programmeren tijdens het festival. Dat hebben we verder uitgewerkt in die zin van dat dus nu het openluchtpodium en de wat modernere podium wordt waar ook de mainstream artiesten gaan optreden. En het plaza zoals we dat noemen, het overdekte podium met ongeveer 700 vierkante meter, daar gaan we meer cultureel programmeren. Dus je krijgt daar veel meer bij de Ghana, maar ook culturele aspecten als Natak en andere soorten opvoeringen van kinderen. Okay. En daar is voor gekozen omdat we eigenlijk is het festival kan veel meer bieden. En het culturele aspect kwam eigenlijk niet tot zijn uiting alleen op de mainstage. En dat moest je dus een podium voor neerzetten. Ja. En het publiek houdt ervan om toch met de voetjes van de vloer te gaan. En dat gebeurt daar maar al te goed. Ja. Maar dat is eigenlijk de rode draad van heel Milan. Is de mainstage. Want dat zie je elk jaar wel terugkomen. Dat mensen zich daar mooi verzamelen en kijken naar talent. Maar
verplaatst naar het tweede podium doet echt niet onder, ja. Als we in onze ogen. In die zin van dat we echt tijdens drukte tijd toch daar een kleine 1000 man hebben. Ja, ja, ja. Dus ja, het doet echt niet onder voor het andere podium. Misschien als ik iets mag toevoegen aan daaraan. Ik bedoel van, er is een programma nu in de maak en dat gaat ook uitgevoerd worden in de plaza zelf. Het is een Milenki Awards. En de voorrondes hebben al eerder plaatsgevonden. Oh, oké, okay. Dus het is nu één dag. Ja. Voorheen was het toch ook in... Het was meerdere dagen. Ja, maar het is dus nu in één dag. Dus okay. De voorrondes hebben plaatsgevonden in Rotterdam, Den Haag, Utrecht. En de finale vindt dan op zondag plaats. Zondag plaats. Oh, okay, van de talenten. Ja. Oh ja, dat is mooi. Nou, zoals jullie natuurlijk al vertelden, zijn er nieuwe onderwerpen, of tenminste nieuwe activiteiten. Kunnen jullie misschien alvast de kijkers meer vertellen over wat er precies dit jaar plaats gaat vinden? Nou, dit jaar in de programmering hebben we best wel wat mainstream artiesten. Ik mag noemen Freddy Morera, een First Man. Mag ik noemen. En we hebben een spectaculaire afsluitingsshow. Verder ga ik er niks over zeggen. Oké. Okay. Ik kom maar zelf kijken. Andere nieuwe item wat vorig jaar een primeur was voor het Milan Summer Festival en dit jaar verder gaat, is een lifestyle cooking workshop. Okay. Dat vindt in een afgesloten tent plaats met beperkte toegang. Dus wees op tijd als je dat wil meemaken. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. Daarvoor ter plekke aanmelden. Ja. 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 Okay. En wat is de reden waarom de bezoekers, of tenminste de mensen, echt naar dit festival moeten komen dit jaar? Veel verjonging, veel vernieuwing. En het is een gezinsfestival. Je komt daar om te ontmoeten. Milan betekent ontmoeten. En kom daar ontmoeten van mensen die je al jarenlang niet hebt gezien. Daar, die ontmoet je op het veld. En door natuurlijk een verbinding te maken met het programma. Proberen wij natuurlijk van de mensen op het veld te krijgen. Iets nieuws is natuurlijk wat wij sowieso heel erg gaan doen, is de organisaties bij elkaar brengen. Gevestigde Hindoestaanse organisaties en niet-Hindoestaanse organisaties, dat zij hun achterban natuurlijk kunnen meenemen. We hebben het oudere programma, daar, als je dan komt en je ziet daar 700-800 ouderen op één dag, op één moment daar lopen, dan denk je van, hier moet ik zeer wel voor doen. Ja, precies. Ja, maar en het is leuk om die mensen te zien natuurlijk. Klopt, maar wat we nu eigenlijk aan het zien zijn, is dat er overal Milan, zeg maar, uit de grond komen. Ja. Meerdere plekken, inderdaad. Milan Summer Festival is toch wel de main Milan. Hoe kijken jullie daar tegenop? De concurrentie. Ja, als je het concurrentie moet noemen. Nee, ik noem het geen concurrentie. Kijk, Milan is goed, alleen proberen wij natuurlijk van uitzonderlijk te zijn. Dus we proberen natuurlijk een exclusief programma neer te zetten met wat onderdelen. Een van de zaken wat u vroeg is van, wat is er aan nieuws? Nou, het nieuws is van, we gaan een live roti cookingwedstrijd doen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus nee. We hebben natuurlijk ooit het Doksako contest opgezet. Ja. Nou, dat is een succes geworden en landelijk is dat bekend. En we gaan nu de roti natuurlijk lanceren. En dat wordt live roti gemaakt. Nou, dat schijnt ook wel heel populair te zijn. En we hopen dat er veel mensen op afkomen ook. Dat het aanslaat. Ja, dat het aanslaat. Ja. Nou, kunnen jullie nog eenmaal voor de kijkers in het kort vertellen, wanneer moeten de kijkers komen? Ja. Wat kunnen ze nog meemaken en waarom ze moeten komen? Okay. Het is 3, 4 en 5 augustus in het Zuiderpark in Den Haag, het Milan Summer Festival. En als je wil zien hoe je roti maakt, hoe je bombara wordt gebakken en hoe live nasi wordt gedraaid, dan moet je bij ons zijn. En je wil je mensen, familie en kennissen die je jarenlang niet hebt gezien, die wil je ontmoeten, dan moet je bij Milan zijn. Want daar is Milan voor. Milan staat natuurlijk voor iedereen, elke cultuur ontmoeten. Ja. Okay. En voor alle leeftijden en voor alle culturen. En we gaan nu, als we in de zaal zichtbaar zijn, dat we er zijn. En dat we allemaal in onze keuken mogen kijken. Nou, dat heeft hij heel mooi gezegd. Ja, nou, bedankt heren voor jullie komst. En we hebben veel gehoord over het komende En wij zullen festival. Er zeker bij zijn, toch? Zeker weten, we zijn erbij. Ja. Dankjewel. Absoluut. Graag gedaan, dankjewel. Nou, dan gaan we natuurlijk door naar Rishma Madhu. Leuk dat je er bent. En, dank je. Je ziet er mooi uit, heel mooi. Je bent natuurlijk eigenaar van uitvaartzorg, Antiesti. En ik heb wel het een en ander gehoord over je, maar ik wil graag dat je het even zelf vertelt. Nou, ik ben Rishma, 38 jaar. Ik ben 3 jaar geleden gestart met Antiesti uitvaartzorg. Gespecialiseerd voor de Hindoestaanse uitvaarten. Vrij kort daarna ben ik Medina uitvaartzorg gestart. Ja. Gespecialiseerd voor de islamitische.
En uitvaartonderneming Onze Zorg. Een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden nu, heb ik mijn eigen rouwcentrum geopend. Rouwcentrum Onze Zorg in Den Haag. Ik heb daar vooral gekeken naar de multiculturele gemeenschap in Den Haag. Om hun een plek te geven, om afscheid te nemen. Volgens hun eigen traditie, cultuur. Ja. Om dat gewoon in ere te houden. Hoe ben je er eigenlijk op gekomen om een uitvaartverzorging eigenlijk te starten? 3 jaar geleden ben ik de oude eigenaresse tegengekomen. Mm-hmm. Het is eigenlijk zo mijn pad gekruist. Ik heb best wel veel gedaan. Een grote ondernemersgeest heb ik. En zij had de uitvaart gedaan van de MH17. Oh. En daar is er iets bij haar geknapt. Uh-huh. En ze wilde eigenlijk helemaal niks meer doen. En dat is eigenlijk het moment dat ik heb gezegd, nou ja, goed. Ik ga het overnemen. En ik ga kijken waar het schip strandt. Yeah. Vandaar. Okay. Mooi. 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 De naam Antiesti, dat staat natuurlijk voor laatste eer. Klopt. Wat betekent laatste eer voor jou? Wat betekent laatste eer? Het laatste eer betekent voor mij, als we gaan kijken naar het vakgebied wat ik uitoefen, is het zo dat ik het doe zoals het hoort in onze dharam. Uh-huh. En dat is voor elke cultuur, vind ik dat heel belangrijk, om het te doen zoals we dat van oudsher hebben geleerd. Zoals onze ouders en voorouders dat hebben gedaan. Ik vind dat heel belangrijk om dat in ere te houden. Vandaar ook dat eigenlijk alle aspecten in het rouwcentrum kunnen, zoals men dat is gewend is in eigen cultuur, zodat we dat onze eigen kinderen mee kunnen geven. We zijn natuurlijk, we wonen allemaal in Nederland. We zijn heel goed geïntegreerd. Onze kinderen zijn natuurlijk ook heel westers. Maar als het aankomt op bepaalde punten in het leven, zoals met trouwen, overlijden of geboorte, gaan we allemaal terug naar de roots. De eigen roots, ja. En ik vind dat gewoon heel belangrijk om die ruimte te geven. Maar kan elke cultuur bij jou terecht? Ja, iedereen kan bij ons terecht. We hebben op het moment dat wij het rouwcentrum hebben ingericht, hebben wij gekeken naar de belangrijkste aspecten bij de laatste afscheid. Zo hebben we voor de islamitische tak hebben we een speciale guzul gemaakt. Onze bewassingsplaat is ook geplaatst richting Mekka. Voor de Hindoestanen hebben we rekening gehouden met de Kira Karam, de vuurdienst. Dat zijn allemaal aspecten die bij ons plaats kunnen vinden. Oh, dat is heel mooi. Ja. Ja. Zo wordt gewoon, voor iedereen wordt er eigenlijk gewoon rekening gehouden van hoe of wat. Ja, absoluut. En hoe ben je daar eigenlijk op gekomen? In de zin van, waarom dacht je, nou, ik doe het nu eigenlijk alleen voor Hindoestanen. Of tenminste, er zijn heel veel Hindoestanen die zich aanmelden. Maar ik vergeet een groep, dus de Nederlanders, de moslims. Ja, dat komt eigenlijk, was op een uitvaart en er kwam een dame naar mij toe, van islamitische afkomst. Mm-hmm. En ze zei tegen mij, tegen mijn collega's van, jullie doen het werk heel goed. Alleen, ik zou jou nooit bellen. Ik wist natuurlijk al waarom. Ja, ja. En ik vroeg haar nou waarom. Ze zegt, ja, de naam Antiesti. En het is ook heel logisch. Want in de moeilijkste tijd van je leven wil je kunnen identificeren met iets wat jou begrijpt. Yes, ja. En vandaar de andere takken gestart. Maar Antiesti is natuurlijk niet alleen Reshma Mado. Nee, Antiesti is natuurlijk niet Reshma Mado. Ik heb uitvaartverzorgster Bea Autaar. Erik Sieuwdien, ook een uitvaartondernemer. Alex Rikkers. En met trots mag ik ook zeggen dat ook onze kinderen het werk nu gaan leren. Oh, en gaan uitvoeren. Ja, daar ben ik heel trots op. Hoe kijken die tegen jou op? Of tegen je andere partners? Nou, dat zijn leermeesters. Ja. Dat zijn de leermeesters. Van hun moeten ze het leren. Dus ze willen het later ook echt gaan doen. Ik hoop het. Okay. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat ze de zaak overnemen en dit voort zullen zetten. Ja. Okay. Hemant en Anand, wat vinden jullie van Antiesti? Want hebben jullie een uitvaartverzekering al? Denken jullie al aan de dood? Dat passeert natuurlijk elke dag door je hoofd. Precies, ja. Zo ben je er en zo ben je er niet. We staan natuurlijk niet bij stil, maar... Nee, je staat niet bij stil. Nee, het is op zich, wat Reshma doet, is een prachtige onderneming. En zeker de lef die ze heeft getoond om dit neer te zetten, is prijzenswaardig. Ja, absoluut. Oké.
En ga je naar Milan? Ik ga naar Milan. Ik ga naar Milan. Ik ga naar Milan. Milan is gewoon een begrip. En ik vind als Hindoestaanse onderneemster vind ik dat ik op Milan thuis hoor. En ik ga daar ook staan met mijn hele team. Dat wilde ik net vragen. Ja, ik ga daar staan. Ik ga daar staan. Waarom? Ik vind dat we onze eigen gemeenschap moeten, moeten steunen. Waar Hem het over had, de zichtbaarheid. Ja, Antiesti kent iedereen van naam. Wij komen vaak veel al alleen zien we ons op crematorium. Ja, ja. Maar voor de rest is er helemaal niks aan zichtbaarheid. Ja. Dus ik ben Milan, hè? Ja, wil ik net zeggen. Ja. En ik ben door beide heren eigenlijk aangesproken om te zeggen van Rishma, wordt zichtbaarder. En dat is ook de reden waarom ik op Milan ga staan. Wij gaan daar een stukje informatie geven. Ja. Je kan bij ons ook uitvaartverzekeringen afsluiten. We gaan ter plekke. Nou, wij zijn sinds kort zijn wij partner geworden. Waarin wij onze eigen uitvaartverzekeringen mogen afsluiten. We gaan mensen een stukje informatie geven. Het verschil tussen een kapitaalpolis en dienstenpolis. En volgens mij had je ook een primeur, toch? Ja, ik heb een primeur. Op Milan ga ik een goedkopere uitvaartpakket te lanceren. En wij gaan een totale uitvaartpakket voor €2.995 presenteren. Oké, en dat houdt in? Dat houdt in dat er een complete uitvaart, volgens de Hindoestanen, want ik heb het alleen voor Antiesti, hebben we deze uitvaartpakket. Hebben we een pakket gelanceerd voor €2.995. Waarom hebben we dat gedaan? In de periode dat mensen vanuit Suriname naar Nederland kwamen, hebben heel veel mensen hebben een dienstenpolis afgesloten. Op het moment van overlijden komen wij ergens terecht en dan zeggen ze, ja, mijn moeder die heeft al 30 jaar betaald. Hmm. En uiteindelijk hebben ze voor een dienstenpolis betaald. En, dus ze worden eigenlijk niet zo goed geïnformeerd? Nee. Ja. Nee. Kijk, daar ga je verandering in brengen. Daar ga ik zeker verandering in brengen. Op het moment dat ik het rouwcentrum heb geopend, heb ik ook gezegd, een van mijn doelen is om de dood bespreekbaar te maken. Het is een taboe. Ja. En dat wil ik bespreekbaar maken op een luchtige manier. Nou, Rishma, mijn Aji natuurlijk, die kreeg te horen dat zij onderverzekerd was, terwijl ze al heel lang premie betaalde. Dat soort dat problematiek, zeg maar, komt natuurlijk heel erg veel voor in, bij ouderen, denk ik. Of bij mensen die al heel lang premie betalen. Hoe sta jij daar tegenover? Nou, daarvoor vraag ik ook altijd aan mensen, hè, op het moment dat wij informatiedagen geven, om hun polis mee te nemen, zodat we een polischeck kunnen doen. En wat ook heel belangrijk is, dat je eigenlijk van jongs af aan een uitvaartverzekering moet afsluiten. Hoe jonger je bent, des te goedkoper de uitvaartverzekering is. Je hebt twee soorten polissen, een dienstenpolis. Als je gaat kijken naar de dienstenpolis, is de dienstenpolis echt eigenlijk gebaseerd op een Nederlandse uitvaart. Daarvoor is het heel belangrijk voor de multiculturele gemeenschap dat zij een kapitaalverzekering afsluiten. Als je een kapitaalverzekering afsluit, dan komen er gelden vrij. En die gelden zullen je wat meer bewegingsmogelijkheden geven om eigenlijk alles aspecten die je wilt doen voor de laatste afscheid, om die gewoon uit te voeren. En op de vraag van jouw Aadje terug te komen, als zij er natuurlijk, als de kinderen er eerder naar hadden gekeken, hadden ze altijd een extra verzekering kunnen afsluiten. Ja. Dus dat soort problemen, dienstenpolis, dat kan altijd wel weer bijverzekerd worden. Hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Heel vaak. En hoe ga je daar dan mee om? Het is eigenlijk zo vaak ben ik dit nou tegengekomen, dat je eigenlijk op een gegeven moment de nabestaanden moeten eigenlijk een extra gedeelte gaan betalen. Dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd van wij gaan een goedkopere uitvaartpakket aanbieden. Om ook deze mensen eigenlijk te helpen. Want wat moeten de nabestaanden doen? Moeten zij eigenlijk gaan rouwen omdat zij een dierbare zijn verloren? Ja. Of moeten zij gaan denken van hoe moeten wij die factuur gaan betalen? Precies, ja. En dat betekent dus dat zij dan eigenlijk niet gaan rouwen. En op het moment als eigenlijk alles is gedaan, dan zie je dat deze mensen, deze groep, eigenlijk niet weten of zij de laatste afscheid, of zij goed afscheid hebben genomen. Omdat ze zo bezig zijn met andere zaken. Ja. En ik zeg altijd, je krijgt voor alles een herkansing in het leven,
maar voor dit niet. Nee, nee. Klopt. Jongeren bijvoorbeeld, spreek jou die wel eens aan, zeg maar, van, praat ze daar over de doop? Bijvoorbeeld, je hebt een zoon, ja. Heb je met hem, heb je erop voorbereid? Ja. Ik heb hem eigenlijk precies gezegd hoe ik het wil. En ik wil het eigenlijk zoals het moet. Ja. Dus hij moet gewoon eigenlijk alle taken uitvoeren wat de Senaat en de Harm zegt om te doen. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, naast Antiesi ben je met iets anders begonnen. Weer een primeur eigenlijk. Vertel. Nou ja, ik heb natuurlijk heel veel creativiteit in me. Dat heb ik in het verleden, ben ik ooit begonnen als partyplanner en ballondecoratie. Oh, echt? Ja, daar ben ik ooit mee begonnen. Toen daarna kapster, fysiciste. Nou, eigenlijk met het beroep wat ik nu doe, ben je natuurlijk altijd 24 uur moet je bereikbaar zijn. En je kan eigenlijk niet vaste afspraken maken. Dus ik heb eigenlijk alles stopgezegd. Maar dat creatieve, dat zit in me. En dat kan ik maar niet laten. Niet loslaten. Dus ja, ik ben Share Gifts begonnen. Dat is mijn creatieve kant. En ik maak gewoon unieke gepersonaliseerde gifts. Oh, echt? Ja. En wat houdt het precies in? Kunnen de mensen dat kopen? Kunnen ze het online bestellen? Ja. Kunnen ze? Ja, nou ja, ze kunnen het kopen. Ze kunnen het kopen. Wat ik altijd heel belangrijk vind is, kijk, je kan nooit in iemands portemonnee kijken, maar je kan op basis van een budget, wat zij kunnen besteden, kan je wel iets heel moois maken. En eigenlijk voor die doelgroep doe ik het. Ik vind dat iedereen gewoon. Ik zie daar een beetje een link in het Antiesti-verhaal, zeg maar. Ja, dat mensen tegemoet komen, dat is een kant van mij. Ja, ja. Ik ben heel erg sociaal en ik gun iedereen het beste. En ik vind dat iedereen ook het beste moet hebben. Dus ja, dat is een stukje van mij, dat is Rishma. Oké, okay. Leuk. Nou, en wat je net over vertelde, je was natuurlijk make-up artist. Dat heb je ook nog gedaan. Ja. Ik ben van vele markten thuis. Ja. Je doet het niet meer, zeg je ook. Nee. Haar deed je ook nog. Klopt. Maar je ziet er wel helemaal opgedoft en opgedut uit. Ja. Maar dat doe je natuurlijk wel zelf. Nee. Ook niet? Nee, ik ga wel vrij regelmatig naar de kapster. Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi. Ja. Nou, even terugkomend naar Anand en Hemant. Hoe we het net over de dood hadden. Zeg maar, jullie hebben natuurlijk ook kinderen. Hè? Hebben jullie jouw kinderen, heb jij je kinderen erop voorbereid, zeg maar? Als, wat je wensen zijn. Ja, wat je wensen zijn en et cetera. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een paar nare situaties meegemaakt. Mm-hmm. Van een familie waarbij er wensen waren van. Hè, en ze komen te overlijden en dan moet het wens uitgevoerd worden. En het waren toevallig twee in dezelfde periode. En wensen konden niet uitgevoerd worden, maar er was heel veel zorg erbij. Er komt één familielid in India te overlijden, had een wens van, ik wil in India gecremeerd worden. Ja. Heeft kinderen, kleinkinderen en dat soort zaken allemaal. Nou, van, hoe doe je dat? Je staat dus echt stil. Ja, precies. Ja, van, en terwijl je natuurlijk een heel groot familie hebt, je hebt een heel groot netwerk, dus je wil natuurlijk afscheid hier hebben. Nou, daarom, ik geen wens. Okay. Doe zoals het uitkomt en zoals het hun uitkomt. Want zij zijn in een situatie dat ze kunnen handelen. Ik kan niet meer handelen. Nee, ik kan niet handelen. Klopt. Dus ik laat het aan hun. Anand? Ik heb wat jongere kinderen. En nee, ik heb mijn wensen of iets dergelijks ook niet uitgesproken. Ik ga erin mee, want het iemand zegt van, gezien de tijd en de situatie moet het maar op die manier worden uitgevoerd. Wat ik wel heb gedaan is dat ik mijn kinderen wel bij, zeg maar, bij uitvaarten in de familie wel heb meegenomen. Dus wat we wel hebben ervaren en gezien. Precies, hebben, van hoe het binnen de Senaat en Darm gebeurt. Oké, okay. Nee, mooi. En jij zelf, Ryan? Ik heb het wel besproken. Ik heb ook kinderen en ik heb met ze besproken hoe ik het eigenlijk een beetje wil, maar ook naar hun toe. Ja. Je wenst het natuurlijk nooit, hè, dat je kinderen eerder gaan, maar toch. Precies. Het is, je moet er wel op voorbereid zijn. Ja. Dus, maar Rishma, dank je voor deze hele mooie boodschap en mooi verhaal. Bedankt. En we hopen elkaar natuurlijk heel snel weer te ontmoeten. We zien je ook wel gewoon op Miele natuurlijk. Ja, sowieso. Kom je zeker bezoeken. Oké. Ja. Maar Ryan,
onze andere presentatrice en presentator, die zijn natuurlijk ook op reportage geweest. Namelijk naar een van de grootste festivals. Klopt, het Radjatra Festival. En dat werd gehouden in Rotterdam. Zullen we daar gaan kijken? Ja, leuk. Top. We zijn hier vandaag op het Radjatra Festival in Rotterdam. Het festival staat volledig in het teken van... liefde. Vrede. Respect. Tolerantie. En natuurlijk saamhorigheid. We gaan hier een aantal dingen doen vandaag. We gaan in gesprek met de organisatie en... met veel leuke mensen. Ben jij benieuwd naar wie we gaan kijken? Blijf dan vooral kijken. Ik sta hier naast de organisator van het festival waar wij natuurlijk de gast zijn. Ik ga onze gast vragen wie hij is en natuurlijk wat hij betekent voor dit festival. Hallo iedereen, ik ben Ashok Krishnadas. Ik ben organisator van het festival. Wij zijn van Stichting Bhakti Yoga Center en Stichting Gausewa Dham. En het festival heet Radjatra Festival. Het is eigenlijk voor Hindoestanen het oudste culturele festival wat er is. Ouder dan dit is er niet. En boeken staan volgeschreven ervan. Het festival wat wij hiermee willen bereiken is naar de mensen uitdragen liefde. Ja? Liefde is eigenlijk de boodschap. Het is heel mooi opgezet, ook organisatorisch. Er zijn heel veel bedrijven die zich hieraan verbonden hebben. Maar wat is nou echt het doel van het festival? Het doel van het festival is eigenlijk om... de mensen weer in aanraking te laten komen met de Allerhoogste. Hè? Yoga betekent niks anders dan reunite. Wij zijn allemaal een ziel. Ja? En omdat wij een ziel zijn, zijn we allemaal gelijk. Maar wij prediken dus ook op zielsniveau. Ja. Daarom zie je hier ook tijdens het festival, zie je alle nationaliteiten. Het is gewoon multicultureel. Waarom? Omdat wij op dat opzicht gewoon gelijk zijn. En wij prediken dus op zielsniveau. En vandaar dat ook iedereen hier is, alle nationaliteiten. En eigenlijk liefde, vrede, humaniteit, dat zijn universele termen. Dat is voor iedereen. En niet beperkt tot een bepaalde cultuur of doelgroep. Nou, dat is inderdaad een hele mooie boodschap. Ik wil u bedanken voor uw tijd. Ja. En geniet van het festival. Zeker. En wij zijn heel blij dat wij van Prediksje TV hier aanwezig mogen zijn. Ja. Dankjewel. Ik sta hier naast een hele bijzondere gast. Kunt u wat meer vertellen over uzelf? Ja, ik ben Subin Debi Persaat. Kom uit Zevenaar. Ik ben voorzitter van de stichting Shri Shakti en eigenaar van het bedrijf Rade International. Want u bent ook de eigenaar van Ik Eet en Jij Eet. Ja, dat is een project van de stichting Shri Shakti. De stichting Shri Shakti die staat voor het helpen van anderen, is medemens. En uiteindelijk als wij mensen helpen, dan hoeven we niet iets ervoor terug. Dus uiteindelijk wat wij dus doen, is een boodschap is, als je iets voor een ander doet, hoef je niet altijd iets terug te verwachten. Dus wij hebben het project Ik Eet, Jij Eet opgezet. Dat wil zeggen, als ik dus eet, wil ik ook dat een ander eet. Want jullie gaan verder dan alleen maar Nederland, heb ik begrepen. Ja, het project Ik Eet, Jij Eet is in India, Haridwar begonnen. Wij waren daar zelf voor zaken. En we zagen dat er heel veel mensen 's avonds en overdag eigenlijk op straat zaten. Voornamelijk hele jonge kinderen en oude mensen. Okay. En de ouderen die gewoon niks hadden. En de jongeren die niks hadden, die kunnen natuurlijk nog niet werken. En alles wat ertussen zit qua leeftijd was aan het werk om dan de jongeren en de ouderen te voeden. Maar ja, dat was niet altijd genoeg. Dus toen hebben wij voor het eerst hebben we daar, klinkt heel veel, maar uiteindelijk is dat niet heel veel. Hebben we 100 mensen eten gegeven. En toen wij weggingen dachten we, ja, dit is nooit genoeg, die 100 mensen. En waarom heeft u ervoor gekozen om dan vandaag op dit evenement te kunnen staan? Nou, Bhakti Yoga Center, Stichting Bhakti Yoga Center en Ashok, ja, die kennen we inmiddels nu een tijd, omdat zij ook voor heel veel goede doelen staan. En we komen elkaar vaak tegen. En zo zijn we met elkaar in gesprek gekomen en toen zei hij van, joh, zou jij met je stichting niet mensen willen voeden, omdat jij het project Ik Eet, Jij Eet hebt. En toen zei ik, ja, dit is voor ons hartstikke mooi om dit te mogen doen. Oké, nou, dat is een prachtige boodschap. Doneer alsjeblieft en ja... bedankt voor uw interview. Ja, jullie bedankt, hè. Tell me, who are you and what are you doing here?
My name is Vish. I'm part of a group called Mayapuris. We traveled from Florida, USA to be part of this festival of chariots, peace, love, and harmony. We'll be performing music here and dance. Okay, what kind of music do you perform? The music that we perform is called mantra music. So it's a lot of chanting of mantras. We perform in different yoga studios and yoga festivals and devotional festivals around the world. And it's really about bringing community together to sing together. This is all cultures of the world have always come together and sang, and now that's being lost a little bit with, you know, DJs and things like that. So we try to really keep that tradition alive of singing in community. Dit was me echt een mooie festival. Ja, inderdaad, ben ik het helemaal eens. Het was voor ons echt een eer om hier op het festival aanwezig te zijn natuurlijk. En ik wil ook even van de gelegenheid gebruik maken om onze cameraman te bedanken. De enige echte Rikesh Lakshman van Praveen Film Studios. Dus bedankt dat je er vandaag voor ons was. Nou, wij zien jullie volgende week weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de reportage. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Nou, wat vond je ervan? Ik vond het echt... top wat ze hebben gedaan, maar het zag er ook heel erg druk uit. Klopt, en het was heel druk, ja. Nou, ik ben erg benieuwd hoe ze het zelf vonden. Maar dat ik vind het jammer dat we zelf niet in zijn geweest, maar goed. Volgende keer beter. Precies. Hè? Maar we hebben een nieuwe gast aan tafel. En, hallo. It's me, Chadon. Yes. Hallo. How are you doing? I'm doing well. Yes. Ja. Maar Chadon, wat we gaan doen is, we gaan je natuurlijk een mooie intro geven. Fantastisch. Chadon Binraben, de Chadon Binraben. De Chadon Binraben, componist, zanger, kunstenaar, liedjeschrijver. Wat nog meer? Muzikant. Muzikant. Ja. Zoveel muzikant. Dingen in één. Inderdaad, ja. Vertel, Chadon. I'm very blessed om zoveel talenten te mogen omvatten. Ja. En ik probeer op mijn manier natuurlijk om zoveel mogelijk uiting te geven aan mijn talenten. Ik schilder, ik maak muziek, ik componeer, ik maak liedjes, ik ben tekstdichter, et cetera, et cetera. Het is een big honor om dat te mogen doen. En it's a big blessing. Voor ons ook een blessing om jou hier te hebben. Want, thank you so much. We hebben eigenlijk zoveel artiesten hebben we gewoon in één. We hebben één stoel maar nodig. Ja, maar eerst sowieso hartelijk dank voor jullie uitnodiging en jullie uitnodiging om hier te mogen zijn. En het is natuurlijk kijken hoe het zal uitmonden in de rest van de... Precies, want de kijkers willen natuurlijk wel weten. Wie is nou die Chadon Binraben? Precies. Yep. Oké. Okay. Nou, richt me... Op jonge leeftijd ben je natuurlijk al begonnen met tekenen. Waarom met tekenen? Waarom ben ik begonnen met tekenen? Nou, weet je, ik ben iemand die me graag expressed. Ik wil graag mijn gevoelens uiten in verschillende vormen. Het kan zijn muzikaal, het kan zijn in tekenen of in tekstdichteren. En ik vroeger toen ik klein was, ben ik altijd aan het tekenen geweest. En toen de tijd woonden wij in Armaar, in Alkmaar. En toen was er op een duur een tekenwedstrijd. En ik heb daar aan mee mogen doen. En het was zo, er waren twee klassen naast elkaar. En er was een tekenwedstrijd. En ik ben toen door de lokalen gaan lopen en kijken wat er werd getekend. En ik zag een van mijn medestudenten. Ik was toen volgens mij 7 jaar. En wat hij had getekend was een hele mooie fiets. En ik heb ernaar gekeken en ik vond het toen al fantastisch uitzien. Wat ik toen gedaan heb, ik heb toen het idee eigenlijk, wat eigenlijk niet mag, ik heb het overgenomen. En ik ben het toen zelf gaan reproduceren. Je hebt niet overgetrokken, maar overgenomen. Niet overgaan trekken. Ik heb het precies kunnen nadoen, laat ik het zo zeggen. En helaas voor hem werd ik dan weer de eerste prijs. Nou. En ik heb toen een fiets gewonnen en hij de fietstas. ik had toen wel het talent wat ik zelf had ontdekt. Ik hou ervan om te tekenen om mezelf te kunnen uiten in welke vorm dan ook. Want onder de Hindoestaanse gemeenschap, tekenaars,
Ja, zijn er denk ik heel weinig. Ja, je hebt helaas, ik zie wel dat je hebt heel veel muzikale talenten. Juist. Maar wat ik wel merk, je hebt heel veel weinig mensen die dus uiten in het teken of het schildervlak. Ja, kunstenaars eigenlijk dus. Ja, ja. Ik heb dat altijd geambieerd, omdat ik heb me in zoveel vlakken verdiept. Ik heb me muzikaal verdiept, ik heb me ook kunstzinnig verdiept. Ik ben fan van Van Gogh, ik ben fan van Rembrandt, ik heb veel gezien, ik ben ook geweest in het Amsterdamse museum. Ik heb heel veel, ja, ik geniet er gewoon van om daar te zijn. Ik heb me heel veel verdiept sowieso in muzikale zin en ook in kunstzinnige zin. Ik vind wel dat er heel veel talent is, maar wat men vaak door de druk van de samenleving, wat er vaak is. Maar je moet worden, misschien, denk ik, advocaat of arts. Ik heb gekozen om mezelf te zijn. En hoe mooi is het om jezelf te kunnen zijn dan wat je ouders willen dat je moet zijn. Dus ik heb gekozen om te doen waar ik happy van word en waar ik blij van word. En that's me. That's Hoe hebben je ouders daarop gereageerd? Omdat je natuurlijk iets doet wat niet veel Hindoestanen doen. Tekenen. Ik, in alle eerlijkheid, ik heb van mijn ouders wel alle support gekregen. Ik mocht tenminste wel zijn wat ik wilde zijn. Ze hebben mij nooit gezegd van ja, je moet dit worden of je moet dat worden. Dat neemt natuurlijk ontzettend veel druk met je mee. Als je van je ouders krijgt te horen van je moet arts worden of je moet advocaat worden. En stel je wil het helemaal niet worden. Nou, dan ben je wel een hele grote dilemma. Ja, dan ben je niet gelukkig. Ik heb gelukkig wel die ruimte gekregen en die ruimte geef ik gelukkig ook aan mijn eigen kinderen. Ik heb ze gezegd, luister, het maakt niet uit wat je wordt, maar wat je wordt, word dan wel de beste in wat je wordt. Je hoeft geen arts te worden, je hoeft geen psycholoog te worden. Doe gewoon waar je happy van wordt, maar word wel de beste in het vak wat je wil worden. Waar je hebt gezegd. Ja. Nou, hoe we het toch over tekenen hebben, je hebt natuurlijk wel iets meegenomen. Dus je hebt iets naast je. Klopt, ja. Kun je misschien even laten zien? Want yep. Toen wij dit zagen, dan denk ik, ja, dat heb je natuurlijk niet overgetrokken. Nee. ik ben benieuwd of jullie weten, laat me staan, of jullie weten wie het is. Himmend, weet jij wie het is? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, het lijkt me wel eens een Rasta artiest, denk ik. Een Rasta artiest, Rishma? Rishma, jij mag het zeggen. Nou, ik denk Escobar of zoiets. Wauw, zit een beetje in de richting. Dan denk ik, als jullie al in twijfeling komen, heb ik misschien wel de plank misgeslagen. Dit is Che Guevara. De man is een vrijheidsstrijder, de man is een rebel, de man is revolutionair en de man heeft lang haar. Dus als het goed is, zou je de gelijkenis tussen hem en mij kunnen zien. Okay. En de man stond natuurlijk samen met Fidel Castro aan een bepaald bewind om de vrijheid te kunnen bemachtigen. Ja. Daarom dat ik hem heb geschilderd, ik heb hem geschilderd in blauw. Blauw staat, ja, het is maar net hoe je de invulling wil geven aan blauw. Blauw staat voor koel, koelbloedig. Ja. En ik hoop dat ik ook ooit een beetje koeler kan zijn. Ik hoop alleen maar niet dat ik zo eindig zoals hij is geëindigd. Maar that's it. Che Guevara, de man die staat voor power en revolutionair en voor vrijheid. Zeer gelijkenis? Als ik hem zie, dan moet ik in principe ook mezelf zien. Ja, dus vandaar ook de lang haar en ik hoop dat jullie ook die gelijkenis zien. Ja, nee, en hoe lang ben je bezig geweest om dit te schilderen? Nou, ik zeg eerlijk, ik ben een tijdje geleden heb ik hevig geschilderd. Ik leefde eigenlijk 5 levens in 1 levens. Ik was bezig met musiceren, ik was bezig met schilderen, ik was af en toe bezig met gewicht heffen, ik had mijn gezinsleven. Ik had ook natuurlijk mijn normale baan. Ik ben hiermee bezig geweest ongeveer een week. En dat kost me ook zelf veel moeite om dit te kunnen schilderen. Uiteindelijk is het mij gelukt om gestalte te geven aan Che Guevara. De man die voor mij toch een voorbeeldfiguur is. Ja, maar krijg je dan een soort van ingeving om dit te portretteren, zeg maar? Of kijk je het af? Nee, ik heb vaak wel een referentie. Die gaat uit van een foto die ik heb. Mm-hmm. En ik moet dan denken aan Suriname bijvoorbeeld. Vroeger toen ik klein was, zag ik heel veel bussen. En dan zag ik dus gestalte van deze Che Guevara. En later heb ik er natuurlijk in verdiept van wie is Che Guevara? Vrijheidsstrijder, rebel, revolutionair.
En het leek mij dan leuk om hem op mijn manier te kunnen portretteren. Okay. En ik heb naast hem nog even andere mensen heb ik kunnen portretteren. Ik heb Marilyn Monroe geportretteerd, ik heb Bob Marley geportretteerd. Mm. En mijn grootste idool aan het einde, George Michael, heb ik kunnen portretteren. En natuurlijk Che Guevara. Dus ik heb heel veel schilderijen gemaakt. Dus check mijn Facebookpage, Original Chardon. Okay. En dan zie je even schilderijen en dan zie je waarschijnlijk ook deze schilderij. Hij is te koop trouwens. Hij is te koop trouwens voor €14.000. Maar voor jullie voor de helft van de prijs. Nou, mooi. Nou, hij is in ieder geval heel mooi. Ja. Nou, je bent natuurlijk niet alleen kunstenaar, maar ook zanger, componist, liedjeschrijver. Ja. Maar ook een heel ander concept. Beatles of Bollywood. Yes, de Beatles of Bollywood. De Beatles of Bollywood, wij staan ervoor om een muzikale brug te slaan tussen het oosten naar het westen toe. En van het zuiden naar het noorden toe. Maar wel op een hele eigenzinnige en aparte manier. En dan ook wel op een manier die nog nooit eerder gedaan is. Wij doen covers. We doen ook origineel materiaal. We doen Bollywood nummers, maar voornamelijk we houden in principe eigenlijk, als ik het mag zeggen, of ja, mag aanduiden, het enige wat bij ons eigenlijk overblijft is de tekst. En wij buigen het om naar onze eigen manier. Ik vind eigenlijk, als je een nummer één op één overneemt, heeft voor mij geen toegevoegde waarde. Ik vind wel, als je iets brengt op de markt, moet het wel tenminste anders zijn dan het origineel. En dat is wat wij doen eigenlijk, is de nummers op een zodanig manier brengen, zoals er dat nooit geweest is. We hebben onlangs zeg maar onze serie gelanceerd, bestaat uit 11 nummers. En ik heb vernomen, als een groot compliment uit de gemeenschap, dat onze CD wordt bestempeld als vernieuwend, verrassend en revolutionair, net zoals Che Guevara. Dus dat zie je een kleine brug. Wij proberen dus nogmaals een brug te slaan, ook tussen oud en nieuw, jong en oud. Dat is waar wij eigenlijk voor staan. De Beatles of Bollywood, vernieuwend, verrassend. Maar waarom Beatles? Waarom Beatles? Dat is een hele mooie. Wij werden toen. Ik zal je precies vertellen hoe het gegaan is. Wij werden toen de tijd gevraagd. Er was een modeshow. Nee, geen modeshow, een Miss World verkiezing. En toen werden wij gevraagd van: willen jullie een hele nieuwe mooie act neerzetten? Mm-hmm. En werden toen gevraagd. En toen kwam het met The Beatles of Bollywood. Dat klonk heel mooi. Mm-hmm. The Beatles of Bollywood. De Beatles zelf waren in principe ook erg vernieuwend en verrassend. Maar uiteindelijk, wat er gebeurd was, de show die was er wel, maar de organisator is ons toen vergeten om ons te plannen. We hadden toen, tussentijds waren we wel dus in een studio gedoken en hebben 11 nummers opgenomen. En we vonden toen zonde om het zo te laten zoals het is. En verleden jaar hebben we onze serie uitgebracht, 11 nummers, genaamd Dum Maro Dum. De videoclip is in ons eenjarig bestaan is het opgevallen in India. Weer een brug naar India toe. Wij zijn, ik denk, een soort van bruggenbouwers. Het land waar Dum Maro Dum vandaan komt, heeft ons ontdekt. We waren toen wereldnieuws. We zijn ontdekt door een page dat heet First. Dat is een internetpage die dus in een bepaalde week heel veel videoclips recenseert. En how amazing dat ze onze clip hebben eruit hebben gehaald en hebben kunnen recenseren. En ze waren gewoon lovend. En als je dan in de comments staat naast Rahat Fatih Ali Khan en The Beats of Bollywood, ja, dat is just amazing. Dat is geweldig natuurlijk, ja. Ja. Super. Nou, je had het natuurlijk over vrijheid van leven, had je net, dat vertel je over. Wat leuke hieraan is, aan jullie alle drie, is, er zit echt ook een rode draad, zeg maar, in jullie allen. Het heeft een verbinding. Het heeft een verbinding. Ja, precies. Weet je, jij zit natuurlijk met anti-eerstie, waar mensen, zeg maar, het laatste eer bewijzen aan de persoon die overleden is. Mm-hmm. Daar ontmoeten elkaar, weet je, de mensen ontmoeten elkaar. Nou, Milan Summer Festival, ontmoeting. Heeft er ook mee te maken. Jij kunstenaar, leven, alles, weet je, schilder jij op je eigen manier. Dus alles heeft wel een verbinding. Mm. Ja. Zie je dat ook? Ja.
Ik bleef zeggen natuurlijk van, we moeten nu dingetjes vinden, binden en verbinden. Yes. En ik vind dat heel belangrijk. Mooi ik vind gezegd. Het ook hartstikke fijn ja. dat Chardon dat doet. En dat er zoveel kwaliteiten in één persoon zit. En we zouden dit veel meer ruimte moeten bieden om dit uit te laten. Misschien een idee op Milan om zo'n kunstgalerie te zetten. Welkom. Dat zijn juist de creativiteit ja, die we erin willen hebben. Ja. Super. Wow. Rishma, hoe zie jij dat, zeg maar, kunst en de verbinding? Nou ja, ik zie natuurlijk wel heel veel verbinding. Chardon heb ik vorig jaar in het rouwcentrum mogen horen. Ook daar nog, ja. En dat was heel mooi. Het is altijd heel mooi om te zien tijdens een afscheidplechtigheid live muziek. Maar wat ik ook wel weer heel mooi vind, dat is dat eigenlijk dat we allemaal aan tafel we hebben natuurlijk een baan. Vorig jaar heb ik mijn baan opgezegd. Maar dat iedereen eigenlijk een stukje creativiteit ernaast heeft. En precies, dat vind ik wel weer heel mooi om te zien. Is dat wij het niet houden bij onze baan van 9 tot 5. Wij gaan verder om onze persoonlijkheid te ontwikkelen. Om te groeien. En dat vind ik wel weer heel mooi om te zien. Het zou mooi zijn natuurlijk als we elkaar, met z'n allen, de mogelijkheid zouden kunnen geven om een podium bieden. Ja. Dat iedereen zich kan uiten. Hè? Want we zijn, wat ik net eerder in mijn verhaal zei, we zijn niet zichtbaar. Nee, en we moeten nu wel wat zichtbaar zijn. We moeten elkaar ook gunnen. Maar er is een gunfactor. Of er is natuurlijk van verscholen dingetjes, die moeten naar boven komen. Klopt. Ja. Dat heb je heel mooi gezegd. Heel mooi gezegd, ja. Klopt. Nou, Rishma, ik denk dat het erop zit. Ja, dat denk ik ook. Ja. Wow. Vond het in ieder geval heel erg leuk. Ja. Ja. Wauw. Nice. Nou, we zijn weer zichtbaar. Zichtbaar is belangrijk. Ja. Maar ik wil jullie namens Parisha TV Hera bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Ja? Jullie ook bedankt. Jullie heel veel succes. Dank je wel. Ik vind dat jullie fantastisch hebben gedaan. En succes met jullie verdere carrière in Parisha TV. Nou, hartstikke bedankt. Dat is goed. En bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Ja, dank je wel. Nou, dames en heren, dit was dan Parisha TV, Rizma Sajid en Ryan Harib. Tot de volgende uitzending. Tot de volgende keer. Dank je.